praten met Melanie Koning van Grols. Bestond 400 jaar. Je hebt een hele leuke actie daarvoor gedaan. Ja, inderdaad. Vorig jaar, dus 2015, bestonden wij als Grolse bierbrouwerij 400 jaar. En nou ja, als je jarig bent, dan wil je natuurlijk graag een feestje vieren. En dat doe je niet alleen met jezelf. Dat wouden we juist graag doen met alle Nederlanders en met name met onze fans. Dus wat we hebben gedaan is, hebben wij een oproep gedaan om te ploppen. En een ploppen is een beugel openen. Dat is de metafoor ervoor. En, daar staat Grols bekend voor. Ja, precies, inderdaad. En te ploppen dus op onze verjaardag. En nou ja, al die filmpjes hebben wij die ze thuis moesten opnemen met een mobiele telefoon in mooie situaties, leuke situaties. Die hebben we allemaal aan elkaar gekoppeld en die hebben we uiteindelijk in traditionele media, dus op tv, in een rood blok uitgezonden. Dus het ploppen, dat moest je opnemen met je telefoon, video inzenden en dan maakten jullie er een tv-commercial van. Ja, inderdaad, zo is het precies gegaan. Dus daar zijn we ongeveer 3 weken van tevoren mee begonnen. We hebben een oproep gedaan. Dus, dat is kort. Ja, maar goed, we wilden echt wat momentum creëren. Dus we wilden eigenlijk echt opbouwen naar een hoogtepunt op de verjaardag die vorig jaar op 11 mei was. Dus vandaar dat we 3 weken van tevoren zijn begonnen. Hebben een oproep gedaan op Facebook en hebben dat aangejaagd met Twitter. Ook met wat paid media erachter. En ja, zo hebben we ruim heel veel inzendingen binnengekregen. Hoeveel? Over de 150 filmpjes hebben binnengehaald. Dus meer dan dat we eigenlijk uiteindelijk konden uitzenden. En een beetje forse tv-commercial, hoeveel gerpen? We hebben 30 seconden gedaan, maar we hebben 1 roadblock gedaan. Dat betekent dat we op 11 mei vanaf 9 uur, want met biermerken mag je niet voor 9 uur op televisie. Hebben we dus op alle zenders, hebben op hetzelfde moment de commercial uitgezonden. En we hebben in online video hem ook aangejaagd. En uiteindelijk hebben we daarmee 800.000 mensen bereikt die hem gezien hebben. Leuk. Heel leuk. En resultaten voor het merk? We stuurden vorig jaar met name op merkvoorkeur als hoogste KPI die je natuurlijk doorziet in funnel, conversions en dat soort KPI's. En ja, daar zien we inderdaad een significante stijging. Ja. Significant, dus ja, happy mee. Sorry? Happy ermee. Ja, zeker. Absoluut, ja. Ja, maar 400 jaar ben je niet altijd, dus dan moet je ook natuurlijk van dat moment gebruik maken. Dus, Maar was een leuk actie. En nu? Nou ja, ik heb net een presentatie hierover gegeven en het was een van de activaties in een hele grote campagne die we zeg maar verdeeld hebben in 3 waves zeg maar. Wij werken vanuit content met het model Hub Hero Hygiene. Nou, we hadden dus 3 hero momenten. Van Google. Ja, inderdaad, het is een Google-model. En om ervoor te zorgen dat je content zeg maar, een bepaalde intensiteit heeft op bepaalde momenten. En dat je ook gewoon goed aanwezig bent gedurende het jaar. En, dus dit was een onderdeel daarvan. Ja, hoe gaan we nu verder na 400 jaar? Want dat is volgens mij jouw vraag. Nou ja, net zoals we dat altijd gedaan hebben met veel mooie creatieve ideeën. Dat klinkt vaag. Het crowdsourcing zoals we bijvoorbeeld in deze campagne hebben gedaan. Dat hebben we al recentelijk alweer toegevoegd. Waarbij we samen met de Zwarte Cross, dat is een groot festival waar wij sponsor van zijn. Trotse sponsor van zijn en waar wij samen met hun een oproep hebben gedaan aan consumenten om een bierblik te ontwikkelen. En nou, daar is ook mooi gehoor aan gegeven. Daar hadden we ook over de 100 inzendingen van mensen die echt achter de, ja, echt aan het designen zijn gegaan. En daar is echt een heel mooi blikje uitgekomen. En dat zie je straks landen in de supermarkt terug. Dus, het mechanisme crowdsourcing, dat vindt verder zijn doorgang in onze campagnes. Ja, dus het werkt voor jullie. Jullie gaan het vaker doen. Nu een bierblikje en dan what's next? Ja, geen idee. Dat laten we aan de creativiteit van onszelf en de bureaus over. Maar nog niet een concreet plan op dit moment. Welke bureaus? Wij werken met Alfred samen, met Goud Uber Connected en met Mac. Heb je nog een tip voor mensen die dit ook graag willen voor hun merk? Ja, ik denk dat wat belang hiervan is wat we gezien hebben, is dat je dus heel goed in social media die crowdsourcing kan doen. En dat dus heel ook mooi nog weer naar traditioneel kan doorvertalen. En vaak is het andersom. Ja, dus de mix in de media is hier heel erg belangrijk. Uiteraard ging het nog veel verder, want de beugel speelde in die periode een rol. En op winkelvloer waren we natuurlijk ook breed aanwezig. Dus zorg ervoor dat je dat allemaal mooi rondmaakt. Ik denk dat je relevant moet zijn. Dus een verjaardag was op dit moment natuurlijk heel relevant om dit soort content te maken. En dus in een relevante context ook. En ja, creativiteit, het is een open deur. Maar ja, je moet tegenwoordig echt wel boven de massa uitsteken. Dus je moet iets doen wat anderen nog niet gedaan hebben. En dus massaal op tv gaan met een commercial waarin de consument een centrale rol speelt. Dat had eigenlijk nog bij geen enkel merk gedaan in Nederland. Dus ja. Leuk, dankjewel. Okay.